kun je aandelenkoersen voorspellen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, jullie zitten hier natuurlijk vanavond om rijk te worden. Dit moet het college zijn waarin ik ga vertellen hoe je aandelenkoersen kunt voorspellen. En dat ga ik doen, dat beloof ik. En ik zal uitleggen hoe we dat kunnen doen door sociale netwerken, alle data die wij op sociale netwerken sturen, hoe we die kunnen gebruiken. Maar ik wil beginnen, want ik wil dat heel goed kunnen uitleggen. Ik wil beginnen met een wiskundig experiment. Het is niet zo heel moeilijk, het is een strandbal. En wat ik zo dadelijk ga doen, is ik ga die bal in het publiek gooien. En dan hoop ik dat jullie met kleine tikjes de bal naar elkaar kunnen overspelen. Zoals je ook als kind misschien deed op het strand. Dat is eigenlijk alle uitleg die ik heb, dus we gaan gewoon beginnen. We starten hier, daar komt hij. Ja, speel maar terug naar mij. Geweldig, dat was bijna het hele experiment. Er horen nog twee vragen bij. Wie denkt, wat we zojuist gedaan hebben met die strandbal, wie denkt dat volstrekte chaos, volstrekte willekeur was? Mag ik jullie handen zien? Dat zijn een heel aantal mensen. En wie denkt, want dat is het alternatief, dat we als we een beetje ons best doen, dat we daar een patroon in kunnen ontdekken? Oké. Okay. Nou, het is gelijk verdeeld. Er zijn iets meer mensen die hopen op een patroon. Dat begrijp ik ook wel, want als we dit al niet kunnen voorspellen, hoe zouden we die aandelenkoersen dan kunnen voorspellen? Waarom we dit gedaan hebben? Dit experiment leek heel veel, als we het van bovenaf zouden bekijken, op iets wat Robert Brown, een wetenschapper, in 1827 onder de microscoop zag. Hij keek onder die microscoop, ik leg de bal even weg, naar een stuifmeelkorrel. Die stuifmeelkorrel, dat is dode materie, die dreef in een bakje met water. En Robert Brown zag dat die dode materie toch bewoog. Daar hebben mijn collega's van scheikunde een mooie animatie van gemaakt. En dat zien we hier. Dus we zien twee korrels, een kleine korrel en een grote korrel. En die bewegen. En Robert Brown dacht nog, misschien dat er wel leven zit in dat stuifmeel. Maar in die loop van die eeuw werd steeds meer geaccepteerd dat er iets bestaat als moleculen, watermoleculen. En dat zijn die kleine balletjes die we in deze animatie zien. En al die kleine moleculen die botsen dus tegen die korrel en veroorzaken dat hele zenuwachtige patroon. Zenuwachtige, willekeurige patroon. De kleine bal is wat zenuwachtiger dan de grote bal. Die grote bal die kan dus die kleine tikjes ook beter incasseren. En het probleem was, in die tijd wist nog niemand zeker of moleculen bestonden. En als je er al in geloofde, dan was het heel moeilijk om ze te zien. Niemand had moleculen nog gezien. En niemand minder dan Albert Einstein boog zich in 1905 over dit probleem. Wat Einstein deed is, hij zei, ik neem gewoon aan dat die moleculen bestaan. Die bal of die stuifmeelkorrel of wat dan ook heeft een bepaalde omvang. Moleculen hebben een bepaalde omvang. En wanneer je dan natuurkundige wetten gebruikt, dan kun je voorspellen, als moleculen bestaan, dat die korrel of die bal moet gaan bewegen volgens dat patroon. Dus wat Einstein deed in 1905, in hetzelfde jaar waarin hij fantastische andere uitvindingen deed in de natuurkunde, hij bewees dat moleculen bestonden zonder ze te kunnen zien, puur omdat hij aannemelijk maakte dat die blauwe beweging, we halen dat shot even terug, dat die blauwe beweging, wat tegenwoordig de Brownse beweging heet, er zou moeten zijn. Fantastisch natuurlijk, want het is heel belangrijk om aan te tonen dat moleculen bestaan. Maar als wiskundige kijk ik hier op een iets andere manier naar en vind ik het heel fascinerend dat een korrel zoveel kleine tikjes krijgt van die moleculen, ontelbaar veel tikjes bijna, en dat er dan toch een patroon in zit, of dat die korrel in dat bakje met water blijft drijven, überhaupt. En het was dan ook niet verwonderlijk dat die Brownse beweging, dus die blauwe curve, op heel veel plaatsen in de 20e eeuw naar voren kwam. En het belangrijkste voorbeeld waar een Brownse beweging te zien is in een aandelenkoers. Daar hebben we ook een illustratie van.
Dus dit is zoals wij tegen een aandelenkoers aankijken. Een vrij zenuwachtige curve die als functie van de tijd omhoog en omlaag gaat. Nou, wij wiskundigen modelleren een aandelenkoers als een eerste model in de vorm van een Brownse beweging. Hoe komt dat nu? Je kunt een aandelenkoers ook zien als een korrel. En wij mensen hebben meningen over zo'n aandelenkoers. Meningen die we vertalen in het aandeel kopen of verkopen. En dat doen we massaal. Dat doen we over de hele wereld. Dus heel veel kleine tikjes geven wij als mensen aan zo'n aandelenkoers. En het is dus ook niet verwonderlijk, als je door een wiskundige bril naar kijkt, dat datzelfde proces wat moleculen veroorzaken, ook wordt veroorzaakt door mensen. Dus, beste mensen, wij zijn niet zo heel verschillend van moleculen. Vandaar ook dat experiment met die strandbal eerder. Wij mensen zijn dus niet heel verschillend van moleculen. De moleculen die botsen met heel veel, en ze zijn heel klein, tegen die stuifmeelkorrel en veroorzaken een Brownse beweging. Wij botsen met onze meningen en transacties van aandelen tegen die koers en veroorzaken ook een Brownse beweging. Dus het is leuk om onszelf te vergelijken met moleculen. Het is ook een beetje vreemd, want in alle eerlijkheid zijn mensen wel iets slimmer dan moleculen. Dus nu we weten dat wij die Brownse beweging veroorzaken, kunnen we dan ook niet voorspellen of die omhoog gaat of omlaag. Want dan zouden we een aandelenkoers dus kunnen voorspellen. Nou, hou de spanning nog even vast, want voordat ik daar kom, wil ik dat principe dat wij als massa samen iets veroorzaken, wil ik nog wat beter demonstreren. En daarvoor hebben we een tweede experiment bedacht. En dat had alles te maken met deze pot met snoepjes. Die snoepjes die hebben jullie wel bezig gehouden, denk ik, sinds dat jullie hier binnen zijn gekomen. Deze pot met snoepjes die stond bij de ingang. En u raadt het al, de vraag is, kun je raden hoeveel snoepjes er in deze pot zitten? Nou, we hebben in de tussentijd, we zijn nu al een uurtje binnen, we hebben al die gegevens verwerkt. En waar ik mee wil beginnen is het uitroepen van een winnaar. Die heb ik net doorgekregen op een briefje. Daar hoort eigenlijk wat tromgeroffel bij. De spanning stijgt, denk ik. De winnaar is met een gok van 695 snoepjes, Gianmarco Bet. Ga maar staan. Gefeliciteerd. En de prijs, Gianmarco, is uiteraard de pot met snoepjes, alsjeblieft. Alsjeblieft. Nogmaals applaus. Maar dit was niet een wedstrijd om te winnen. Wat ik wilde laten zien is als wij al onze gokken, al onze ideeën over hoeveel snoepjes er in die pot zitten, bij elkaar nemen en we kijken naar het gemiddelde resultaat, dat we een hele goede schatting krijgen. We hebben de resultaten verwerkt, hier zijn de uitkomsten. Dus al jullie schattingen zijn hier ingevoerd. En wat we zien, en dat heb ik nog niet verteld, is dat het echte aantal 688 snoepjes is. Dus dat is het echte aantal. Er zijn mensen die minder dan 200 snoepjes hebben gekocht en er zijn mensen die meer dan 1200 hebben gezegd. Maar dat maakt niet uit, want als we het gemiddelde nemen, dan komen we uit op een bedrag van 627 snoepjes. En dat vind ik al best een knappe schatting, want we zijn hier met een relatief kleine steekproef. Als we dit aan tienduizenden mensen hadden gevraagd, dan zou het vrij waarschijnlijk zijn dat die schatting van het aantal snoepjes steeds beter werd. Dus iedereen, ieder voor zich, maakt een schatting. Sommige mensen zitten er helemaal naast. Maar als we het gemiddelde nemen, dan hebben we toch een hele aardige gok voor het echte aantal. Ja? Ik ben blij dat dit zo goed is afgelopen. Dit is natuurlijk een riskant experiment dat helemaal mis kunnen gaan. Het was helemaal niet erg geweest, want we gaan het over serieuzere dingen hebben. Het tweede voorbeeld, dus dat is een belangrijker voorbeeld, gaat niet over snoepjes, maar over of we een epidemie kunnen voorspellen. En dat doen we aan de hand van onze sociale netwerken. En ik vind dit zelf heel fascinerend. Als we de griep krijgen, dan moet je eerst je symptomen herkennen. Dus je krijgt misschien wat keelpijn of je gaat op zoek naar hoestsiroop. En tegenwoordig gaan mensen dat in Google intikken. Dus je zoekt op hoestsiroop of paracetamol of misschien de huisarts. Maar als je eenmaal bij de huisarts bent, dan ben je vaak al behoorlijk grieperig of heb je klachten. En ben je in feite al te ver in dat proces. Dus wat Google heeft gedaan,
en je zou dat ook met een andere zoekmachine of een ander sociaal netwerk kunnen doen, zij gaan kijken wat er trending is. En als er in een bepaalde plaats, dorp of stad, opeens hoessiroop trending wordt, of dingen die daarmee verwant zijn, dan heb je een vrij goede indicatie dat daar mogelijk een griepvirus aan het uitbreken is. Nou, daar is ook veel onderzoek naar gedaan. We zien daar wat resultaten van hier. En wat dus trending topic wordt in Google, en nogmaals, dat is maar één voorbeeld, dat is een goede indicatie van waar de griep de kop opsteekt. En je zit achter je computer, maar de locatie van waar je dat intikt is ook nog eens bekend. Dus dit kan een hele krachtige methode zijn. Ik moet wel zeggen dat we er nog lang niet zijn. Er zijn eerste resultaten gepubliceerd. En er is ook wat kritiek op, want als je het op deze manier doet, dan moet je daar wel blind op kunnen vertrouwen. Want de claim is dat je 1 of 2 weken eerder bent dan de huisartsen of de officiële instanties. En het bleek ook dat bij de laatste ernstige griep dat er wat overschat werd of onderschat. Maar dat betekent ook werk aan de winkel voor wiskundigen, statistici, mensen die data omzetten in waardevolle informatie. Oké, we hebben de spanning denk ik lang genoeg opgebouwd. Het gaat hier vanavond om, kunnen wij aandelenkoersen voorspellen? En het antwoord is ja. Als we maar samenwerken, als we al die informatie die wij veroorzaken samen op social media, in Twitterberichten, in blogs, als we die goed interpreteren. Hoe gaat dat nu in zijn werk? We hebben hier een voorbeeld van het aandeel Volkswagen. Ja, dat is een interessant aandeel. Volkswagen kwam in de problemen, zoals we weten, dit jaar, omdat ze hadden gefraudeerd met meetapparatuur. En Google pikte dat heel snel op. Dus voordat of omstreeks het moment waarop dat nieuws naar buiten kwam, dat Volkswagen had gefraudeerd, was Volkswagen of dingen die daarmee verwant zijn al een trend op Google. En we zien dus ook duidelijk een piek opwaarts, zo net voordat dat nieuws naar buiten komt. En de aandelenkoers, de bruinse beweging, neemt een duik naar beneden. Nou is dit wel een heel grof voorbeeld, want hier gebeurt iets heel serieus. En je zou eigenlijk verfijnder willen weten wat er gebeurt met aandelen. Maar dat moet je ook al bij dit voorbeeld doen, want het feit dat iets een trending topic is, betekent nog niet dat het omhoog of omlaag gaat. Nou, hoe kun je dat nou doen? Op heel veel manieren, maar een manier zou zijn om te kijken naar alle Twitterberichten. Dus berichten die wij de wereld insturen en die sentimenten bevatten. Bijvoorbeeld, ik denk dat het niet zo goed gaat met Volkswagen. Dan zet een wiskundige of een dataminer, zet dat om in een min 1. Maar het zou ook kunnen zijn dat iemand zegt in een Twitterbericht van waarschijnlijk zijn de cijfers die uit gaan komen bij Volkswagen vrij positief. En dat levert dan een plus 1 op. Dus informatie over meningen, emoties omzetten in plussen en min 1 leidt uiteindelijk tot een schatting of dat aandeel omhoog of omlaag gaat. En er zijn recent meerdere publicaties over dit, want mensen willen natuurlijk weten of dit mogelijk is. En die zien er heel positief uit. Als je op de juiste manier die informatie die wij creëren met elkaar omzet in een getal dat aangeeft of iets omhoog of omlaag gaat, dan ben je in staat om aandelenkoersen te voorspellen. Dus dat geeft heel veel mogelijkheden voor de toekomst. En toch zijn er ook nog wel praktische problemen met die sociale netwerken waar we mee zitten. Bijvoorbeeld, alles moet draadloos. En we doen steeds meer draadloos met steeds meer apparaten. Hoe wij alles draadloos met wifi-netwerken regelen, dat zien we in de volgende.